Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik was laatst bij een zoekdag en toen heb ik eens goed om me heen gekeken. En toen dacht ik van, ik heb deze video al eerder gemaakt, maar misschien is het wel nuttig om hem toch nog een keer te doen. Tip nummer 1. Het maakt niet uit welke metaaldetector je hebt, maar zorg dat je kabel netjes om je steel heen zit. Niet te los, maar zeker niet te strak. Als die niet te strak zit en niet te los zit, dan wiebelt het niet heen en weer. En dan kan je je eigen focussen op de geluiden die er echt toe doen. En niet de storingsgeluiden, omdat je kabel heel snel heen en weer beweegt. Dit maakt geen geluid, omdat het netjes strak zit. Nog een tipje. Zorg dat je steel lang genoeg is. Zorg dat je rechtop kan blijven staan. Want wie rechtop blijft staan, houdt het veel langer vol dan degene die voorover gebukt moet zijn. Dus als je staat, je doet je metaaldetector naast je en hij raakt de grond, dan is die iets voor je er net boven. Wat is het voordeel daarvan? Dan kan je zwaaien laag bij de grond. En ga dan niet zo zwaaien. Maar zwaai netjes laag bij de grond. En niet te snel. Loop dan stukje voor stukje. Dus met de douw kan je dat heel mooi zien, want je ziet waar je gebleven bent. Maar je zwaait heen, je doet een klein stapje naar voren, volgende zwaai. Klein stapje naar voren, volgende zwaai. En zo kam je alles uit. Nog een tipje. Iedere metaaldetector heeft een sensitivity en een discriminatie. De sensitivity is de gevoeligheid of de kracht waarmee die zendt. En de discriminatie is iets waarmee je iets uitzet of aanzet. Hoe hoger de discriminatie, hoe minder je vindt. Hoe lager de discriminatie, hoe meer kans je hebt op ijzer. Hoe hoger de sensitivity, hoe gevoeliger die is. Maar ook gevoeliger op valse signalen en op signalen van buitenaf. Hoe lager de sensitivity, hoe minder sterk die is. Probeer een balans te vinden tussen die twee. Begin met een discriminatie van 0, vind je heel veel ijzeren troepjes, zoals spijkertjes en dat soort dingen, ga je ietsje hoger, totdat jij het acceptabel vindt. Begin met je sensitivity zo hoog mogelijk en ga net zo lang naar beneden totdat jij het acceptabel vindt hoeveel geluid de metaaldetector als bijgeluiden geeft en hoeveel geluid de echte signalen zijn. Begin met de discriminatie zo laag mogelijk en voer het op, totdat jij het comfortabel genoeg vindt en begin met de sensitivity zo hoog mogelijk en ga naar beneden totdat jij het acceptabel genoeg vindt. Dat zijn de twee belangrijkste instellingen van een metaaldetector die werkelijk iets doen. Een gaatje graven lijkt heel makkelijk en is op zich ook niet zo moeilijk. En toch heb ik op de verschillende zoekdagen de afgelopen keren gezien dat het best wel tegenvalt om een goed gaatje te graven. En het is blijkbaar nog veel moeilijker om hem netjes dicht te maken. Ik zag open gaten, ik zag hele grote gaten, ik zag gaten die echt helemaal nergens op sloegen. Gelukkig zag ik ook een hoop hele mooie gaatjes. Wat is nou het belangrijkste van een gaatje graven? Nou, je lokaliseert als eerste zo goed mogelijk je target. Dus als je een piepje hebt, dan ga je er overheen en je blijft steeds korter zwaaien totdat je in het midden bent. Je draait een halve slag en je doet hetzelfde trucje nog een keer. Je gaat er overheen en je maakt je slag steeds korter totdat je echt bijna niet meer kan en dan zit hij in het midden. Je kan ook je pinpointer gebruiken, maar niet iedere metaaldetector heeft een pinpointer en sommigen vinden het gewoon heel vervelend omdat het heel lang duurt. Probeer zo goed mogelijk te lokaliseren. En op het moment dat je hem hebt gelokaliseerd, probeer dan zo netjes mogelijk een gaatje te graven. Ik heb hier een target. En ik ga steeds korter zwaaien. Hier zou je die moeten leggen. Voor de zekerheid draai ik een slag. Kom ik hieruit.
Ik kan de pinpointer gebruiken. Kom ik op hetzelfde puntje uit. Dan gaan we graven. Ik hoef niet zo groot te graven, want ik weet dat het daar ligt. Dus ik ga om hetgene wat ik gepinpoint heb, heen graven. En dan wip ik hem op. Hij zit nog steeds in het gaatje, dus hij is ietsje dieper. Maar dat geeft niet, dat graven we uit. Dat leggen we netjes aan de zijkant van het gat. Probeer zo netjes mogelijk te graven. Nu is hij eruit. Ik heb geen pinpointer bij me, dus ik doe het eventjes zo. Nou, het is een stukje aluminiumfolie, maar de fonds doet er op dit moment eventjes helemaal niet toe. Nu moet hij weer netjes dicht. En hoe gaan we dat het beste doen? Nou, eerst de losse grond die we eruit gehaald hebben. Zo netjes mogelijk. We klappen hem weer dicht. En hij is netjes dicht. Ik denk dat ik met deze video heb laten zien dat je op een hele simpele manier met een basis metaaldetector en een schep al een heel eind kan komen. Ik denk dat je als beginner bij de basis moet houden. Gebruik de basisinstellingen. Speel wat met de sensitivity en speel wat met de discriminatie. Onthoud goed wat je gedaan hebt en speel niet met de grote stappen tegelijk.